Op alle locaties besteden wij aandacht aan Pasen. Door een uitgebreide maaltijd, een lekker extraatje erbij en er is aandacht voor de aankleding. Op deze manier hopen we een klein lichtpuntje te brengen in deze lastige periode zonder familie. Contact onderhouden we door beeldbellen of via een normaal telefoongesprek. De saamhorigheid binnen is groot en samen maken we er wat van. Wij wensen jullie allemaal mooie paasdagen en blijf vooral thuis. Hallo, het zijn vreemde tijden, ook voor politie Haaksbergen. Nu moeten we mensen gaan controleren of ze wel voldoende afstand van elkaar houden. Ook moeten we controleren of de mensen niet spontaan feestjes gaan houden in schuren of keten en dergelijke. Deze maatregelen die zijn door de regering opgelegd en we weten allemaal waarom. En het valt ons op dat iedereen er zich heel goed aan houdt. Enkeling dagen later. Politie Haaksbergen wens jullie allen een prettige paasdagen en zoals de regering adviseert, blijf zoveel mogelijk thuis. Betekent coronatijd voor het onderwijs? Nou, jullie zien het allemaal. Lege speelrekken, geen kinderen op het plein. En alle meesters en juffen zitten nu thuis hard te werken achter een computer om voor de kinderen lessen te maken. En alle kinderen zijn thuis met hun ouders om die lessen te gaan doen. Dus dat is een hele bijzondere tijd. Ik zou tegen alle kinderen en tegen alle ouders willen zeggen, ik hoop dat jullie ondanks deze bijzondere tijd een heel gezellig paasfeest met elkaar zullen hebben. Beste ondernemer in Haaksbergen, goedemiddag. Normaal gesproken ontmoeten we elkaar in een bijeenkomst of een andere ontmoeting binnen Haaksbergen. Alleen op dit moment is dat niet mogelijk. Toch willen we jullie een hart onder de riem steken en laten weten dat we voor elkaar klaarstaan. Mocht er iets zijn, kun je ons bellen, mailen en we komen in actie. In ieder geval fijne paasdagen en tot snel en blijf gezond. Hallo beste mensen uit Haaksbergen. Het is weer bijna Pasen. Normaal gesproken een tijd dat we lekker gezellig elkaar opzoeken en samen zijn. Dat zal dit jaar anders zijn. En dat geldt zeker voor ouderen onder ons en eenzame mensen. Ik vind het echt hartverwarmend zoals we de afgelopen weken geweldig voor elkaar daar zijn geweest. Initiatieven hebben ontplooit, vele vrijwilligers. Mooi, dat is ook Haaksbergen. Ik hoop eigenlijk, en die hoop wil ik echt graag uitspreken, dat we dat ook de komende dagen zullen doen. Kent u bijvoorbeeld iemand in uw nabijheid? Kent u een oudere of een alleenstaande? Stuur dan eens een kaartje. Neem een telefoon, pleeg eens een belletje. Ik ben ervan overtuigd dat dat weer even een glimlach zal teweegbrengen. Er is geen mogelijkheid om een arm om iemand heen te slaan, geen knuffel. Maar zo'n blijk van belangstelling, dat zal zeker hartstikke goed doen. En ondertussen vind ik het fijn om te zien dat we ons in het algemeen goed houden aan de richtlijnen vanuit het landelijke. Hou dat vol, blijf dat vasthouden. En zeker ook de komende dagen met mooi weer. Blijf thuis, hou afstand en wil je even frisse leus halen, doe dat dan in je directe omgeving. En met die afspraak zullen we dat maken, wens ik jullie allemaal hele fijne paasdagen. En blijf gezond.